gebruiken we 20 ml kilo voor de wodka. Dan gebruiken we 50 ml voor onze aardeien. 50. Ja. En dan gebruiken we 10 ml verse groenten. En ook als truc, het glas dat gaat er eigenlijk op deze manier. Schuin in, tik hem even vast en dan zit die hopelijk vast. Check het heel even voordat je ermee gaat beginnen. En dan bij voorkeur bij het delen even goed vasthouden. En dan ga je shaken ongeveer 10 à 11 seconden. Oké? Okay? Probeer er een beetje bij te lachen. Dat is meestal in het begin wel lastig als je het voor de eerste keer doet. Ga je er heel serieus bij kijken. Probeer er een beetje bij te lachen. Dat is wel raar. Zo. En dan gaan we hem open tikken. Nogmaals, als dat nou niet helemaal lekker lukt, dan geef mij even een seintje en dan help ik jullie even. Dan gaat deze zeep er mooi bovenop. Het blijft er mooi in liggen en die kun je met je vinger eigenlijk tegen de shaker aan duwen. Deze manier. Vernuftig. Is dat ding daar voor jou? En dan gaan we uitschenken. En natuurlijk afgeneren met een aardbeidje. Lekker hoor. Gewoon zo. En dan genieten van je stoel bij Martini samen met de zin. Oké? Okay? Merci. Okay, dank u wel.